Roadtrip. Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast fysiek aanwezig is Yves Wouters. Hey Wim. En jullie zien het niet, maar wij wel, want achter de camera staat techniekgod Sven. En als techniekgod Sven achter de camera staat, dan kan dat maar één ding betekenen. Wij bevinden ons weer op een bijzondere locatie, namelijk het circuit van Zolder. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze gast van vandaag, de general manager van dit geweldige circuit. Welkom, Harry Steegmans. Jullie ook welkom op het circuit van Zolder. Dank u wel. Dat is tamelijk letterlijk ook, op het circuit van Zolder. We kunnen echt inderdaad niet meer op het circuit zitten dan hier. Ook, we gaan in de pitbox zitten of gewoon ergens in een zaaltje, maar gewoon letterlijk op de finishlijn gaan we zitten. Op de finishlijn, maar de eerste intentie om in een auto te zitten en een paar rondjes te rijden. Ja. Maar dat probleem gegeven voor de opname, denk ik. Hè? Ik denk qua kotzakjes konden niet genoeg voorzien, want ik ben een hele slechte passagier op circuit. Op de weg, overal. We hadden nu wel een helm aangedaan of zo. Maar... De gesloten helm dan. Gesloten liefst. Voilà. Nog altijd een goede muts op coronawijze eronder. Jawel, voilà. Maar Harry, ik ga misschien meteen met de deur in huis vallen. Ik heb daar straks eens op uw LinkedIn gekeken en ik hoop dat ik de juiste Harry Steegmans heb. Maar wat doet iemand uit de bouwsector op het circuit van Zolder? Ik ben enerzijds opgegroeid in een familie uit de bouw natuurlijk. Uh-huh. Maar tussen 2004 en 2014 actief, gepassioneerd autosportliefhebber. Uh-huh. Zelf meerdere races gereden bij elkaar. Sprint Cup, Touring Cup. Nadien ook nog Lotus Europa Cup gereden. Dus het race zit een beetje in mijn bloed. Ja. En de kans was er om mijn functie als commerciële en algemeen directeur te combineren met circuit Zolder, mm-hmm. kon ik niet laten. Ideaal. Dat zal wel. Dat zal. Dus eigenlijk van uw hobby, uw werk maken, de droom van iedereen. Hè? Dat denk ik ook wel. Daar kunnen wij niet over klagen, inderdaad. Nee, voilà. Zeg, en ik ga het even de show kapen. Ja, doe maar, Yves. Wat houdt dat nu in, directeur van een circuit zijn? Dat is bij mij zo... Ik kan me dat niet goed inbeelden. Wat doe je dan de hele dag? Veel mensen gaan dat niet geloven, maar hier werkt toch een man of 30, man en vrouw. Hè. Mm-hmm. Op verschillende domeinen. Het circuit moet onderhouden worden. Logistiek is een heel grote afdeling. Maar daarnaast hebben wij commercieel. Het circuit kan niet bestaan zonder inkomsten. Dus wij moeten zorgen dat alle visibility verkocht wordt. Daarnaast hebben we natuurlijk en voornamelijk de activiteiten, mm-hmm. hè, zoals de 24 uur van Zolder, DTM dat bij ons op bezoek komt. Zo worden er jaarlijks een 10 weekends een race georganiseerd. En dat vergt toch wel heel veel voorbereiding. Daarmee hebben we hier een team race organizations die dat de race doen. Mm-hmm. Het logistieke gedeelte en maintenance, zoals ik al zei. Een commercieel gedeelte, een marketing gedeelte, zoals jullie zelf ook wel dagelijks mee bezig zijn. Daarnaast wordt het circuit niet alleen gebruikt voor het autoracen en het motorracen, maar ook zeer veel voor wielrennen. Op het domein bevindt zich ook een BMX-track. Ja. Daar zitten wij binnen 14 dagen met het Europees kampioenschap BMX. Dat is eigenlijk ook een afdeling onder leiding van Mark Wouters. En natuurlijk, je hebt ook nog het financiële boekhouding. Dus een circuit als Zolder, daar werkt toch wel vrij veel mensen. Ja, en dan is er ook nog een slipschool, denk ik. Hè? Dan hebben we daar net voorbij gereden. Hebben wij de behendigheidsschool, ProMove. Maar dat is wel een externe partij die een deel van ons domein huurt. En zij baten dat zelf uit. Ja. Zeg, als ik dit nu allemaal hoor, nu dat je de grote baas geworden bent van het circuit, heb je nu meer of minder tijd om nog zelf op het circuit te rijden? Minder tijd. Ja, dat zou ik denken, ja. Dat is natuurlijk wel een moeilijke, hè. Je ziet bijna dagelijks de auto's hier voorbij rijden. Je kunt die moeilijk inhouden. Anderzijds, ja, het is ook leuk van te mogen kijken, de spanning, mm-hmm. Dagelijks het geluid, de geur, de sportiviteit. Dat is wel leuk. Want hoe werkt dat nu als grote baas? Je komt toe met je Ferrari, waar ik vanuit ga dat je met een Ferrari rondrijdt, uiteraard als grote... Het was een Lamborghini, maar... Ja, zoiets Italiaans. Je komt hier toe en je bent zo'n kwartier te vroeg voor iets. Dat is zoals dat je een uitbater van een zwembad bent. Zo, kun je dan even zeggen van, ik ga je nog snel even circuit drie rondjes doen, of zijn er toch tegenwoordig nodige wettelijke regels? Ja. En... Spijtig genoeg zijn de wettelijke regels vrij duidelijk. Het circuit mag niet alle dagen gebruikt worden.
We hebben dagen zoals vandaag. Dus het is hier vrij rustig. Mm-hmm. We hebben een aantal dagen dat het circuit open is tot een geluid van maximum 98 decibel. Mm-hmm. Dat zijn dagen die meestal afgehuurd worden door de landelijke politie, de motor, zwaantjes, de Duitse Landespolizei komt ook naar hier. Oh, ja. En dan hebben wij activiteiten met auto's en motos die minder geluid maken. Mm-hmm. We hebben ook elke donderdag is het een open geluidsdag. En dan zijn er echt internationale trainingen. Dan komen DTM-teams, vrije rijders, eigenlijk van over heel Europa naar hier afgezakt om te testen. En dan mag je meer geluid gemaakt worden. Maar ik zal u zeggen, voor 9 uur, tussen 12 en 1 en na 5 uur is het hier altijd stil. Dus ja, dat kwartiertje dat ik vroeger ben, dat ga ik dan besteden aan die mails die er s'avonds allemaal binnengekomen zijn. Ja. Ik was net aan het denken, dat is misschien ook te weinig tijd om een toerke dan met de fiets te doen, wat dat op zich geen geluid maakt. Ja, ik loop iets sneller dan ik fiets. Dus, en ik heb hier ook al een paar elektrische steps gezien. Dus, uh-huh. Maar af en toe, als we kunnen, ja. Ik denk, en dat geldt voor alle werknemers hier, dan gaat u ze hier op het asfalt zien. Ja. Al is het voor onderhoudswerkje of voor de geur een keer te rieken van het asfalt. Het is toch interessant. Ja, waarom ook niet? Hè? Want ik neem aan inderdaad, omdat je daarnet zei van ja, ik heb een race verleden, dan is dit toch een beetje een soort van thuiskomen, denk ik. Hè? Ja, dat is thuiskomen. Voor mij, wat mij zeer aanspraak is, ik heb hier veel gereden, 2004, 2013, zoals mm-hmm. ik al zei. De competities waren toen iets aan het minderen. Ik moet zeggen, mijn voorganger heeft dat hier echt een goede schoen gegeven. Mm-hmm. Het is hier echt vernieuwd, properder, commercieel veel interessanter geworden. En dat spreekt mij wel aan. Hè. Je moet weten, in heel Europa zijn er wel heel wat circuits. Wij hebben er in België drie, waar dat er twee heel bekend van zijn. En dan spreek ik over Francorchamps en Zolder. Mm-hmm. Francorchamps mag de Formule 1 organiseren. Maar het is niet dat dan de rest van België moet verouderd en verloederd zijn. Nee, we hebben hier een volwaardig circuit. Wij mogen hier DTM op organiseren. Dat is toch de hoogst aangeschreven toerismeklasse. Mm-hmm. Het WTCR, World Touring Car Championship, is hier vorig jaar weer geweest. Dat zijn toch echt wel autoraceklassen op het allerhoogste niveau. En die tonen allemaal interesse om terug naar Zolder te komen. Waarom? Ons business-to-business model is vrij goed. We hebben hier vrij veel loges die kunnen gebruikt worden door grotere bedrijven, door autoconstructeurs. Circuit Zolder heeft echt nog wel iets te betekenen als circuit in Europa. Ja. En zeker de uitstraling nu op het ogenblik. En dat is ook de reden waarom ik graag naar hier kom. Ja, ik snap het. Ik vind dit ook een heel uitdagend circuit. In de zin van, ik snap ook de grandeur van Spa met die hoogteverschillen. Maar dit is voor zelf te rijden, of zeker voor de auto's. Dit is wel een rem, hoe moet ik mij dat zeggen? Dat is toch een remcircuit. Dit is echt wel heel heftig voor de remmerij. Dus ik vind dat een heel tof circuit om te kijken. Ik vind een auto is vaak maar zo sterk als de remmen. En ik kan me inbeelden dat voor bepaalde raceteams dat die hier wel kunnen uitblinken. Als die heel goede koeling en remmen dat daar. Dus ik vind dit een heel uitdagend circuit wel. Ook al lijkt dat op het eerste gezicht een vrij, we hebben het er zelf net over gehad, vlak circuit. Maar dat is allemaal niet waar. Volledig terecht. Het is een circuit dat de remmen zeer zwaar op de proef stelt. Mm-hmm. En dan, als we even verder kijken, eind september zitten we hier met de 24 uur van Zolder. Dat is voor de auto's en dan voornamelijk voor de remmen echt wel een echte uitdaging om 24 uur aan een stuk hier bezig te zijn. Hier worden vaker de remblokken en de remmen gewisseld dan op een circuit als Francorchamps. Ja. Maar dat vreet anderzijds dan ook weer heel veel van de piloten. Hè? In Francorchamps ook regelmatig gereden, één keer boven op de Radion. Daar kun je dan eens gemakkelijk je drinkbus pakken en een slokje nemen. Terwijl hier de opeenvolging van bochten komt zo snel dat er minder tijd voor is. Vandaar. Ja, het is een ander soort circuit als Francorchamps. Ja. En bij heel veel rijders ook wel interesse. Maar natuurlijk, voor autosport moet er een afwisseling zijn. Ik begrijp dat best. Mm-hmm. Maar ook voor de toeschouwer is het hier wel interessant. De tribunes, de loges zitten hier vrij centraal in het circuit. Er zijn hier bepaalde plaatsen waar je eigenlijk op vier keer de auto kunt zien voorbijrijden. En dat geeft toch aan het publiek weer iets meer. Mijn excuus dat je zegt, maar in Spa kan het zijn dat je een auto ziet en dat je 3 minuten moet wachten voor het pelotonnetje terugkomt. Terwijl hier, in een normale situatie, heb je elke minuut, soms zelfs halve minuut, dat je een auto ziet passeren. Vandaar ook, als ik al even verder mag,
wij zitten enorm in op het, de elektrische racewagens. Mm-hmm. Wij denken ecologisch mee. Enerzijds het geluid. Er is echt toch wel wat commotie rond. Je hebt dan ook de CO2-uitstoot. Vandaar, wij zijn echt die stap ingeslagen. Elektrische racewagens in zolder zijn zeer interessant. Ja. Als je morgen een circuit gaat hebben van 7, 8 kilometer, dan wordt het al moeilijk uit te rekenen. Wanneer moeten we gaan opladen? Dit, ja, dat. Dan komt er meer rekenwerk bij kijken, inderdaad. Zonder zijn, we hebben hier ook een heel park zonnepanelen. Oké, er moet nog een investering gebeuren richting batterijen, oplaadpunten. Maar toch, wij denken daar echt aan mee. En mm-hmm. naar de toekomst toe zie ik het daarmee ook wel voor zolder vrij goed in. Ja. Wij kunnen de toekomst aan. Mm-hmm. Right. Ik denk ook dat als circuit niet overroepen is om daar toch al over na te denken, inderdaad. Want je kunt daar tegen blijven vechten en zeggen van nee, we moeten die racewagens moeten blijven met die verbrandingsmotoren. Maar als je het in het straatbeeld ziet veranderen en, mm-hmm. en zoals je zelf ook waarschijnlijk wel voelt, de regelgeving wordt alsmaar strenger en, ja. en CO2 en geluidsnormen, dan is het een elektrische auto, ook al kun je daar tegen zijn, een voor de hand liggende keuze om naartoe te evolueren natuurlijk. Dus in dit geval is de autosport een keer de tweede. We hebben altijd gehad dat de autosport eigenlijk de ontwikkeling deed. Als ik spreek over ABS, mm-hmm. dat werd in de autosport en dat ging dan naar de straatauto. We spreken over traction control, werd ontwikkeld in de Formule 1. Even later, wat zegt men, op de gewone straatauto, de hybride. Mm-hmm. In Le Mans komen hybride auto's naar boven. Even later zien we dat in de straatauto. Nu, bij de elektrische auto is dat eigenlijk voor de eerste keer dat het omgekeerd is. Ja. We hebben elektrische auto's op de straat rijden. We horen, en verbeter mij als ik me vergis, maar Jaguar en Ford zeggen in 2025 maken wij alleen nog elektrische wagens. Ik geloof Mercedes, BMW en nog anderen zeggen 2030 gaan wij alleen elektrische wagens maken. Ja, voor de autosport is dat ineens, oei, die elektrische wagens, die waren er niet. Oké, wij snappen ook, een batterij opladen, dat duurt even. Zelfs met superchargers, we kunnen het moeilijk voorstellen dat iemand hier een half uur of een uur oprijdt, een pitstop doet van 25 minuten, koffie gaat zetten, ja, voilà. Een boterhammetje eet en zegt, oké, we gaan nog eens even een toertje rijden. Dat gaat moeilijk. Mm-hmm. Vandaar, ik denk, voor de autosport, zij komen iets achterna, maar daar wordt ook over nagedacht. Hè. Ik hoor sprintseries, we zullen een half uur kunnen rijden, vervangbare batterijen. Allee, er wordt op alle manieren over nagedacht. Ook zeer veel mensen komen hier testen. Ja. ERA, die zijn met een single-seater elektrisch bezig. Een Nederlandse school uit Eindhoven zijn hier effectief met een LMP3 Le Mans-wagen bezig om te testen om in 2024 mee te doen aan Le Mans met een volledig elektrische wagen. Mm-hmm. Dus ik denk het elektrische, wij willen daar mee. En zelfs niet alleen in het auto's, wij hopen de motors ook, dat wij iedereen meekrijgen. Wij weten dat dit nog voor belemmeringen zorgt. Vandaar dat we een beetje een tijdlijn hebben gezet. Laat ons 2025 misschien 50% elektrische doen. En tegen 2030 een 80-90%. Die laatste 10-20%, die gaan altijd opgevuld worden, inderdaad, door atmosferische wagens. En dan kan ik mij best voorstellen dat het publiek graag een keer komt kijken terug naar een auto van 2010, een McLaren of een Mercedes CLK, AMG. En daar echt wel budget en zin voor heeft voor op het circuit die auto's nog eens te horen. Ja, dat is ook. Allee, ik ben er ook van overtuigd dat dat nooit echt gaat verdwijnen. De paarden zijn ook niet verdwenen. Hè? Nee, inderdaad. En nu is dat zo. Ja, nu zijn er specifieke plaatsen waar nog aan paardenrennen gedaan wordt. Dus waarom zou dat met auto's met verbrandingsmotor ook moeten verdwijnen als we allemaal elektrisch rijden? Dat is niet. Dat gaat gewoon minder zijn en ik denk dat we er ook meer van kunnen genieten. Want ik ben ook de eerste om toe te geven, als ik wandel, stap ergens en ik hoor zo'n diesel voorbij, dat ik ook denk, van mij in het straatbeeld kan het niet snel genoeg verdwijnen. Los van hoe moeilijk het verhaal ook kan zijn en dat het nu ecologisch of niet elektrische auto, het is potverdorie stil en het zou toch wel veel kunnen betekenen in het straatbeeld. Maar op circuit denk ik dat het altijd gaat blijven bestaan. Ja, en enkel de mensen die er echt nog een passie voor hebben, gaan het nog verder blijven doen, als in zich bezighouden met een auto met een verbrandingsmotor. En dat gaat ook enkel maar heel het verhaal ten goede komen. Natuurlijk, mensen met een passie die aan iets werken of daar nog tijd en geld in steken, dat gaat altijd beter zijn dan, dan dat je hier nu met een afgeraagde Toyota Yaris nog rondrijdt. Ja. Ik spreek mezelf tegen, maar bedoel maar, ja, dat is wel. Trouwens, ook nog, wat ik aan het denken was over heel dat verhaal van dat opladen met een auto tijdens zo langere races. Ik denk dan altijd aan, ik weet niet wat het exact heet, schaakboksen. Nog nooit gehoord? Nee. Dat bestaat echt in Amerika. Dus ze moeten 3 of 5 minuten boksen. En dan moeten ze plots aan de schaaktafel gaan zitten. Tot een timer terug afgaat, moeten ze verder boksen. Dus
hoe geweldig zou het kunnen zijn als je coureurs 20 minuten laat rijden? Het is allemaal van het circuit. Mm-hmm. Moeten ze zo 5 minuten tegen elkaar boksen. Allemaal terug instappen, zo goed murm geslagen en dan verder racen. Ik denk dat dat wel een interessant concept kan zijn. Zo. Dan gaan er veel... We willen dat rustig proberen. Hoor. Ja, voilà, kijk. Ja, Wim stelt zich al kandidaat. Ja. Ja, je mocht een goede tegenstander vinden om hem goed wat safletten te geven. Maar ja, ik denk wel dat dat moet werken. Ah, wel. Moet ik vond dat op zich wel een heel interessante opmerking. Van inderdaad, de autosport is op het elektrische verhaal een beetje ja, de tweede inderdaad. En ik kan me inderdaad wel inbeelden, zeker voor ja, als je naar de toekomst kijkt en ook... Als je naar de implanting van het circuit kijkt, want dat is altijd een beetje zo'n pijnpunt geweest, denk ik. Hè, van, je kunt hier in sommige punten bij mensen in de badkamer binnenkijken, bij wijze van spreken. Maar hoe moeilijk is dat om dat te balanceren tussen enerzijds ja, de verwachtingen van de omgeving en anderzijds ook ja, de verwachtingen van het publiek dat hier komt kijken, inderdaad, om die motoren te horen en om dikwijls ja, auto's te horen die dat ze in het straatbeeld bijvoorbeeld nooit zien, maar waar dat ze wel echt een gigantische passie voor hebben. Ja. Want ik kan mij inbeelden dat dat wel geen simpele evenwichtsoefening is. Ja, wij zitten hier natuurlijk met een uitbatingsvergunning. Mm-hmm. En die uitbatingsvergunning die schrijft perfect voor wat wij mogen en wat wij niet mogen. Ja. Ik had al de zakken keer gezegd, we hebben hier geluidsopen dagen. We hebben dagen die beperkt zijn tot 98 decibel. Ja. En dan hebben wij effectief dagen dat er geen activiteit op het circuit mag zijn. Mm-hmm. Nu, dat is een, ja, dat wordt in een aantal uren uitgedrukt, zodat er eigenlijk een evenwicht bestaat, zowel tussen het geluid, niet geluid, en daar met de buren. Ja. Daarnaast zorgen wij er ook altijd voor, we hebben meetpunten in het midden van de twee woonwijken, waar wij een bepaald aantal decibel niet mogen overschrijden. Dat is dat wij per uur nakijken. Ja. We hebben een geluidsofficier. Die volgt alle geluidsmetingen op, heel strikt. En die zal ingrijpen op de ogenblikken dat er te veel geluid is in die twee wijken. Mm-hmm. Nu, dat moet nagekeken worden. Want gaan wij bijvoorbeeld boven bepaalde waarden, er staan microfoons op die meetpunten. Het komt niet altijd door het circuit, zal ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik kan u zeggen, ondanks dat er blijkbaar toch geen vuurwerk mocht afgestoken worden dit nieuwjaar, tussen 12 en 1 was er in de wijken toch meer als het toegelaten niveau van decibels te horen. Ja. Ja. Een van de twee geluidspunten heeft men onlangs een renovatie van een woning gedaan. Dat was opmerkelijk te horen, want daar had het geluidsniveau omhoog. En wat natuurlijk voor ons, voor het circuit, spijtig is, regelmatig komen er ook motto's naast het circuit, of duurdere auto's, die Lamborghini van de strak, die horen wij dan ook rijden. Dat is niet altijd dat geluid op het circuit geproduceerd wordt. Maar het wordt wel opgepikt. Maar het wordt wel opgepikt. Dus ja. Het is niet gemakkelijk. Maar we proberen toch de primus van de klas te zijn. Ja. Door echt dat geluidsniveau op peil te houden. Zodat er toch een goede samenwerking is met de buren. Mm-hmm. Wij horen ook de buren, de regio enerzijds. Het was hier vroeger het Formule 1 circuit. SRO, GT3 is hier toch een tijd georganiseerd, DTM, WTCR. Dus de buren zijn anderzijds ook wel trots een beetje op het circuit. Ja. De middenstand in Bolderberg en Vierussel, mm-hmm. Ik durf zeggen dat zij toch mee profiteren van het circuit. En we hebben hier binnenkort de DTM. Ik kan u zeggen, het hotel dat hier vlak naast ons ligt, ik denk niet dat u nog een kamer kunt krijgen. Zelf voor alle 11 evenementen dat wij op jaarbasis hebben. Ik denk dat zij daar gemakkelijk 6 à 9 maanden op voorhand volboekt zijn. Ja. Maar ook, als we verder kijken, nog een paar andere hotels hier in de buurt, B&B's, de lokale horeca. Iedereen heeft er wel baat bij als het circuit goed draait. Ik denk ook een beetje de wijken hebben toch ook wel een naam gekregen omwille van... Van het circuit hier in de buurt. Maar wij moeten inderdaad als een eens gezin door het leven. En we moeten elkaar respecteren. Ja. En dat proberen wij ook. We hebben een commissie ter Lame die 3 maandelijks al die resultaten bespreekt. En tot nu toe loopt dat vrij goed. In ja. Want hoe werkt dat dan? Ik bedoel, hier worden ook track days georganiseerd. Ja. Jullie kiezen niet welke auto's daar langskomen.
Hoe werkt dat dan als er een overschrijding is? Zijn er veel auto's die over de grens zitten? Hoe... Nee, omdat wij die heel goed opvoeden. Als wij trackdays hebben, op het circuit staan ook nog 2 meetpunten. Wij hebben daarnaast nog eventueel een variabel meetpunt, iets dat wij zelf. En er is een bepaalde formule uitgeschreven hoe dat wij kunnen meten of een auto hier op het circuit te veel geluid maakt, zodat hij zou storend kunnen zijn in de woonwijken. Gaat hij in overtreding, roepen wij die binnen. Hij tekent het af. Dan krijgt hij de kans om enkele verbeteringen aan zijn auto of motto te brengen. Mm-hmm. En dan mag hij nog een tweede keer. Gaat hij als een tweede keer terug, boven de 98 decibel op die punten, dan halen wij hem eraf. Ja. Tekent hij weer af en wordt hij vergoed van het circuit gestuurd. Dat is een beetje de gele en de rode kaart van het voetbal. De gele en de rode kaart van het voetbal, inderdaad. Ja, eigenlijk. Je mocht het gebruiken, ik geef het mee. Nu zeker met het Europees kampioenschap op de achtergrond. Maar het is inderdaad op die basis een beetje. Ja. Overtredingen. De mensen worden op voorhand goed verwittigd dat het 98 decibel is. Maar ja, je hebt altijd mensen die toch proberen. Je hebt anderzijds ook wel eens een auto die een bepaald defect krijgt. En ze kunnen een demper in hun uitlaat steken, maar het is niet de eerste keer dat er een demper verloren zou gaan. Maar normaal proberen we het te respecteren. En ik moet eigenlijk zeggen, op track days, de laatste maanden zit dat vrij goed. Okay. Ja. Om nog kort even ook... elektrische auto's, 98 decibel. In de tijd dat ik zelf autorace reed, dan was 98 decibel, dat was stil. En de mensen in de tribune zeiden, wat is dit, we horen de mensen niet meer. Ja. En de nichten bij elkaar, die maakten hier dan 106, 107 decibel. Zware geluiden, een zware Corvette. Ja, dat was immens. Maar als we nu gaan kijken, 10 jaar verder, zijn de mensen eigenlijk volledig geadapteerd om die 98 decibel. Ja. Dus dat is al niet meer zo dat ze zeggen, het maakt geen geluid meer. Hè. Vandaag, naar elektrische auto's, ik ben daar zeker van dat we de eerste 3-4 jaar, wat zijn die elektrische dingen hier aan het doen? Pas op, ze maken geluid hoor. Ze hebben rolgeluiden, ze hebben aerodynamische geluiden. Maar ik ben daar zeker van, zijn we weer 5 jaar verder, dan is dat de standaard. We zien naar de Formule E. Ik heb nog niemand horen klagen dat de Formule 1 geen geluid maakt. Nee. Het is gewoon, het is spannend. Oké, het is wel in stratencircuits, maar het brengt weer iets teweeg en het publiek komt erop af. Dus, maar inderdaad, track days, het is niet altijd gemakkelijk. Nee, want ik kan me toch ook inbeelden dat er, laat ons eerlijk zijn, auto's af fabriek zijn die misschien meer dan 98 decibel maken. Ook al zou dat wettelijk niet mogen, maar Italianen wijzen dingen nog altijd wat anders vast dan sommige anderen. Ja. Dus ik kan me inbeelden als klant dat je dan op circuit komt en je wordt tegengehouden en denkt, oeh, mijn auto is niet conform. Allee, dat lijkt mij toch inderdaad ook te kunnen gebeuren. Ja, nochtans, de Belgische wetgeving zegt het, ik geloof 106 decibel maximaal. En er zijn inderdaad een aantal auto's dat er toch overgaan. Alhoewel, toch veel automerken er al rekening mee beginnen houden. Want ik kan u zeggen, ik weet niet of jullie hem al getest hebben, maar de laatste nieuwe Porsche 992 is al een stukje stiller. Ja, dat heeft ook met die partikelfilters te maken. Ja. Veel moderne auto's inderdaad. Hè? Alleen moet ik zeggen, de motosector, die laat ons daar nog wel een beetje in de steek. Zij hebben standaard, produceren toch nog meer geluid dan de auto's. Maar de auto's, zelfs de laatste nieuwe Ferraris, die zijn hier al eens een keer geweest. Eigenlijk begint dat serieus mee te vallen. Ja. Maar, ik geef toe, er zal nog serieus in moeten gezegd worden. En ik denk vooral de merken die dat minder massaproductie maken, en dan kijk ik naar Lotus, naar een Viessmann, die zitten echt wel nog mee problemen. Ja, of die trekken het zich misschien niet echt aan. Dat die denken, jullie probleem, niet ons probleem. Ja, inderdaad. Dat is waar. Ik weet ook niet of de Europese regelgeving overal hetzelfde is. Dus. Ja, dus als je als klein merk moet schikken naar alle lokale regels. En ik kan me inbeelden dat België met stip op 1 staat voor de meeste regels per vierkante meter voor de autosector. Dus ik snap dat wel. Maar ik vond ook wel komiek dat je het zei daarnet. Ik was hier recent nog om op circuit te rijden. En het is waar hoe dat uw oren zich snel kunnen adapteren aan iets. Dat was toen op een donderdag. Dus er was geen decibellimiet. En er rijden hier auto's over. Een hoop AMG's, een Audi R8, de M4's van BMW of M3's en whatever. En dan... Als dat voorbij rijdt, maakt dat een gezond geluid. Je denkt niet van, oei, dat is hier een hele stille fietser dat voorbij komt. En dan hoorde echte raceauto's zonder limiet voorbij, dat je oren bijna bloeden.
En als dan terug de N4 of god weet ik wat verbedenkt, dat is super stil. Dus het is gek hoe snel dat je oren kunnen adapteren aan meer lawaai. Ja. En dan opeenvolgend minder lawaai lijkt dat ineens heel stil. Terwijl dat ervoor niet eens zo stil was. Maar dat lijkt wel. Dus ik vind dat ook wel, als je dat dan ziet, tot op bij mij op punt, als je dan boven hier zit, dat je zoiets hebt van, pff, die lade auto's. Ik weet het, het is tof, hè, maar wel wie ik oud aan het worden. Ja. Dat gaat ook. Ik moet zelf zeggen, mijn eerste circuitervaring als in het publiek was een motorrace op het circuit van Assen. En ik weet nog, ik denk dat dat een jaar of 14, 15 geleden is. Ik zit nu net op die tribune te kijken, dus vandaar dat ik er aan het denken was. Maar zo redelijk hoog in de hoofdtribune. En de eerste keer dat die dingen voorbij kwamen, dacht ik echt van, dit is zelfs niet fijn. Dit is echt gewoon pijnlijk geluid. Snerpend in de oren, ja. Ja. Want jij moet dat misschien weten, hier rijden al elektrische auto's rond. Welke waarde pikken die op vannacht op een lang stuk? Goeie vraag. Want dat is niet 0 decibel, hè, want je hebt nog altijd die rol- en windgeluiden. Is dat nu extreem veel minder dan 98 dB? Nee. Nee, toch, hè? Nee, het valt tegen. Je zit rap tussen de 75 en 85 decibel. Naar lang de auto, naar lang de prestatie van de auto. Ja. Maar ze maken... Ja. We hebben hier vorig jaar elke kleisters mogen ontvangen, de bachelorette, met die Porsche Taycan. Die produceert al wat geluiden. Hoor. Nu, misschien is het wel zo dat dat minder verrijkt. Ja, het geluid zal minder dragend zijn sowieso. Ja. Hè. Ja. Dus, ik denk, als je met die 98 decibel gaan vergelijken, heb je gelijk. Gaan we natuurlijk vergelijken met de oude 106, dan is dat een serieus verschil. Tuurlijk. Want dat stijgt niet gewoon gradueel. Nee. Elke keer, dat is een... Ja. Dat verschil gaan we horen. Nu, de constructeurs spelen daar ook op in. Hè. Vroeger moest je, hoe meer geluid dat je maakte, hoe meer pk's dat je had. Dat is tegenwoordig niet meer waar. Constructeurs die vinden echt wel goede uitlaatsystemen, waar je ook nog aan een maximum aantal pk's geraakt. Het enige wat momenteel soms een beetje voor ons moeilijk is, en dan spreek ik echt over die M4'en, dat zijn die klepjes. Hè? Dus mensen kunnen hier binnenkomen en blijkbaar zijn zij dan serieus stil. Hè? Zaakjes. Maar dan gaan die klepjes open en dan hoor je direct, hè? Dan stijgt dat volume. Ja. Ik denk ook naar de autoconstructeurs toe. Als we zien, dat jullie de Mercedes A45 AMG wel kennen, hè? Dat is een 2 liter met een turbo. Hè? Ja. Daar moeten ze eigenlijk al een soort boksen gaan insteken, dat die auto geluid maakt. Dus naar de toekomst denk ik wel dat dat goed zit. Ja, ik merk ook dat de nieuwe... Wacht, moet ik al nadenken, hè. De A45, de nieuwe, tegenover de vorige... Is al stiller geworden. Veel minder lawaai. Ja, en enerzijds werd toen gezegd, dat heeft met die partikelfilters te maken, maar dat heeft er ook mee te maken dat ze de uitlaatgassen nu hergebruiken, of toch op een veel groter punt. En hoe meer gassen dat je terug uit de uitlaat haalt om in de motor te steken, hoe minder geluid dat eruit komt, hè, natuurlijk. Dus auto's, moderne auto's, hoe verder dat je naar de norm of naar de limiet van het kunnen van de motor gaat, hoe stiller dat die eigenlijk ook wil worden. Daarom dat zo'n Abarth zoveel lawaai maakt, want dat is een pokken inefficiënte motor gewoon. Maar goed, dat heb ik gezegd. De Abarth-rijders komen morgen in. Ik kan ook maar van de helft volgen, want ik ben nooit een technisch examen gevraagd om een auto over hier te komen werken. Maar interesseert u dat? Of is echt tuurlijk interesseert mij dat. Maar ik bedoel, als je mocht kiezen tussen de techniciteit van een auto of gewoon ermee rijden en het voelen. Nee, ik wil ze alle twee leren kennen, maar het is dat kwartier dat ik hier te vroeg ben, dat ik die een boek of die website nalezen over de techniciteit, maar mankeert mij nog een beetje tijd. Ik moet nog een beetje... Ja? Ja, de kwartieren zijn niet voldoende. Oké, want ik merk ook wel, voor mij is dat ook een heel moeilijke... Voor mij is dat een heel moeilijke, als ik op circuit rijd, om zo te kunnen pinpointen van, die een draagarm links voor, die heeft toch wel, gemerkt maar dat daar, toch wel, die een dubbel wishbone van, dat geeft nu toch wel meer grip. Daar moeten denk ik gewoon waanzinnig veel rijervaring voor hebben, ook in zulke situaties. En ik kan ook zeggen, het verandert wel, hè, want als ik dan even terug mag spreken, 20 jaar geleden, dan had je een auto met een stuur en dan had je gas- en rempedaal met een draadje aan. En traction control, daar spreekt men niet over. ABS, daar spreekt men ook niet over. Al die technologie, als je nu in een raceauto kruipt,
Ja, dat is een ding, hè. Dat is straaljager. Hè. Voilà. Ik neem aan, inderdaad. In de tijd dat ik gereden, stond er alleen een toerenteller in. Dat was heilig. Hè. En waarschijnlijk ook geen team die dat een laptop konden aansluiten en konden uitlezen en grafieken laten zien. Dat is een knopje, dat, geloof ik. Dat moest dan aanduwen en dan daarnaast een vooruit trekken of zoiets, waar je moet thuis doen. En dan een toerenteller. Ja. Maar dat is ook al... Natuurlijk, tegenwoordig, als je ziet wat je allemaal kan afstellen aan een auto... Moet je bijna een ingenieur zijn om te kunnen rijden. Ja. Je moet dat voelen. Mm-hmm. Vroeger, ja, vering een beetje harder, dat was nog eigenlijk een van de enige opties. Hè. En dan de banden, hè. En dan, dat was stoer als we konden zeggen dat we na zoveel ronden binnenkwamen, de banden stonden warm, doet er... Dat klinkt als een Franse autojournalist, van, eigenlijk. Ja, met de banden staan. Okay. Dat is normaal, hè, want we hebben rondjes gereden, hè, warm, dus die banden zullen wel te hard staan. Ja. Maar dat was zo stoer als je dat kon zeggen, zal ik zeggen. Ja. Ja, ja, maar ik snap dat wel. Ik vind het ook altijd grappig als mensen dan zo echt tot in detail van ja, je voelt dat toch, dat die spoorbreedte vooraan vind ik... Ja, zeker. Ik merk dat ook wat minder. Nu, je merkt wel, wat je zegt, dat dat stoer is. Bandendruk, dat voelde wel vrij snel. Dat voelde toch wel vrij snel. Ja, ja zeker. Als de bandendruk te hoog is, dan had een beetje slippen. Ja, dat vind ik ook wel. Dat brengt mij naadloos naar mijn vraag waar ik al even mee zit. Ben jij hier ooit al gecrashed? Ik ben in Zolder één keer gecrashed, maar dat was niet in een race. Dat was de eerste dag dat ik mijn auto had. En ik de eerste keer in mijn eerste rondje reed. Gelukkig was het een zeer oude Porsche. En was de herstelling niet zo heel zwaar. Ik kan er mij weinig van herinneren, want je krijgt op dat doel een adrenaline stoot. En dat is een beetje weg. Maar het was aan een tunnel. Waarschijnlijk... Ja, iets te rap op de gas. Een beetje nat nog. Banden waarschijnlijk niet warm genoeg. om verder van het idee. Het waren sliks en het was een beetje aan het regenen. Maar echt gecrashed niet. Ik heb wel één keer in de 24 uur in 2008 aan de zijkant moeten stoppen omdat mijn auto in brand stond. Nou ja. Maar gelukkig was het maar een klein brandje, was direct geblust. Ja. Maar we hebben ook niet kunnen uitrijden. Maar dat is ook wel iets wat ik zou kunnen herkennen als ik aan het racen ben. Als we het juist over die wishbones hadden in de afstellingen en zo, als de auto in brand staat, dat zou ik ook wel opmerken, denk ik. Ja, die paraat voilà, die kennis dat de auto staat in brand. Nog wel. Zijn er zeker? Ik denk het wel, denk het wel. Het wordt warm, hè? Voilà. Ja, waarschijnlijk, ja, maar het wordt altijd wel warm in een raceauto, hè. Dan begin je nog te rieken. Ja, dat is waar. Maar veel raceauto's stinken ook wel een beetje, dus... Dus dat zijn toch een paar factoren. Je hebt bepaalde kennis nodig. Ja, toch wel. Knap. Ja. Misschien is iets helemaal anders, maar is dat hier vorig jaar in augustus ongeveer, denk ik, begonnen? 1 augustus. Maar dat was wel sowieso een heel bewogen jaar, denk ik. Hè? Ja. Hoe was dat voor u om van job te veranderen midden in zo'n turbulente tijd, waar waarschijnlijk ook 90% van de evenementen niet eens mocht doorgaan en zo, en waar je dan als eerste taak eigenlijk een crisismanager op je bord krijgt? Nu kan ik zeggen, het was overal natuurlijk wel een beetje turbulent. Sowieso, ja. Ik zat in de bouw. Ik ga je zeggen, de bouw deed het niet slecht. Want als we naar cijfers kijken over de bouw afgelopen jaar onder corona, zijn ze zeker niet gezakt. Alleen de manier van producten kiezen, uitleveren, klanten ontvangen. Hè, want een winkel mocht je niet open doen. Ja. Ik had daar bepaalde strategieën. Ik heb die ook in dat bedrijf naar buiten gebracht. En dat is vrij goed gelukt. Dan kom ik hier en ik heb mij inderdaad de vraag gesteld. Hè, corona, hoe lang gaat dat duren? Anderzijds was ik toen al aan het denken van, zelfs onder corona, hoe kunnen we evenementen laten doorgaan? Ik was er zeker van, dat moet op een of andere manier toch mogelijk zijn. Dat wij mensen niet in contact met elkaar brengen. Je moet weten, autosport zit eigenlijk alleen in een auto. Je hebt dan een muts op, je hebt een helm op. Zeker trainingen. Dus ik heb er wel het volle vertrouwen in. Maar natuurlijk, het is leuker van eerst te beginnen dat je morgen 20.000 man publiek mag ontvangen. Die wetenschap had ik ook. Ik ben 1 augustus begonnen. Dat is ook een beetje terug de opening van het circuit geweest. Enerzijds naar de trackdays. Hè, de organisatie dat trackdays deden. Natuurlijk, zij konden geen bijrijders laten meerijden. Er is een heel protocol opgesteld. Het domein is ook enorm voorzien van handgels, van alles wat officieel moet. Hebben wij ook gedaan. Dan zijn ook de wedstrijden terug opgestart. We hebben in augustus een Belkjaarwedstrijd gehad. En
Dan moet ik je anderzijds wel zeggen. Enerzijds heb je, oké, ik mag geen publiek, het is moeilijk. Mm-hmm. Anderzijds, het plezier van de mensen die zijn komen rijden, die zo dankbaar waren dat ze eindelijk nog eens terug... Dat er nog eens iets mocht. Ja. Dat was fantastisch. Ja. Dat was echt... Ja. Dat was, hoeveel mensen er achteraf niet ons zijn komen bedanken van, eindelijk mochten we nog eens rijden. Mm-hmm. We zitten al zo lang stil. Onze auto die was voor het begin van het jaar volledig opgebouwd. We hebben niet kunnen testen. Dus dat vond ik heel tof. Kort daarna hebben we dan de Truck Grand Prix gehad. Mm-hmm. Met de dingen, met het WTCR erin. Dat was ook weer... Eigenlijk, ja... Ik was hier begonnen en de DTM die kwam sowieso al. En ik had gezegd, als ik het WTCR nog ooit krijg... Ja, dat was de vijfde week dat ik hier werkzaal was. Was het WTCR al. Op een week tijd hebben wij van de aanvraag... Totdat ze effectief hier gereden hebben. Dus weer subliem, WTCR... te volgen op Eurosport. Dus ik had zoiets, oké, het publiek is dat misschien wel niet, maar de organisatie zit perfect ineen. Alle wedstrijdbubbels gescheiden, weer een perfect weekend gehad. We hebben al die nog de NASCAR mogen organiseren en twee keer de DTM. Ook dingen die normaal niet gebeuren, dubbelheaters. Mm-hmm. Perfect verlopen. Oké, ja. Inkomsten natuurlijk van het publiek, dat missen we wel. Alleen op het einde van het jaar, en dat was wel heel spijtig voor ons, hadden wij normaal gezien nog de 24 uur gepland. Mm-hmm. Ja. In de 24 uur, keer het en draai het dat wil, is het evenement van Zolder. Tuurlijk. Zowel naar de rijders als naar het publiek toe. Dat mm-hmm. is het evenement waar het meeste publiek naartoe komt. Ja. En dat hebben wij spijtig genoeg door corona volledig in de mist zien gaan. Mm-hmm. Dus dat was wel een domper. Niet te lang over nagedacht, want 2021 kwam eraan. De kalender moest samengesteld worden. We hebben dan in december heel veel moeite gedaan en we hebben het toch mogen organiseren, het velcrossen. Want dat was ook zoiets dat zo echt weer aan een zijden draadje hangt. En anderzijds, ja, wij krijgen constant vragen van mensen. Het circuit, het domein ligt vrij afgescheiden. Wij kunnen hier iets organiseren. Heel veel ploegen, hebben hiervoor, wielerploegen, zijn hier vorig jaar komen trainen, triathlonploegen. Er was zelfs even de vraag met de crisis die in Oostende is geweest voor het Belgisch kampioens, nee, het wereldkampioenschap denk ik, cyclocross te verplaatsen naar hier. Dus wij zitten vrij goed, hier is altijd wel werk. Hier is corona of niet, we zullen altijd wel werk gedaan. Nou, laat ons hopen dat dat toch op een gegeven moment verdwijnt en dat alles gewoon terug normaal kan. Ja. En onze kalender nu, wij voorzien in 4 juli Europees kampioenschap BMX. Mm-hmm. Het weekend erna is de Dutch Supercar hier, samen met nog heel, heel speciale luxe auto's die hier komen demonstreren. 6, 8 augustus DTM. Toch nog altijd een van de hoogst aangeschreven competities. Mm-hmm. Dit jaar in een volledig nieuw format. Ze komen met GT's af. Anderzijds heel gelukkig, ze komen met een Belg af. Jong talent, Esteban mm-hmm. Mut. Heeft twee weken geleden in Monza toch al een serieuze prestatie neergelegd. Dus wij hopen dat er toch wat Belgische fans voor hem komen supporteren. Verder op in augustus, 2022 augustus, zitten wij met de Historic Grand Prix. Mm-hmm. Historic Grand Prix komt ook een concours bij van oudere auto's. Wij verwachten jullie zeker een vest, want voor autofans moet dat toch wel ook een leuke ervaring zijn, al die chicere oldtimers te ervaren. En dan zitten we juli, augustus, oké, dat is met beperkingen opgelegd. 5000 toeschouwers maximum. Want voor de goede orde, hoeveel mensen mogen hier normaal? Vanaf nu mogen hier 5000 toeschouwers. Mm-hmm. Die kunnen wij gemakkelijk zetten. We hebben hier een tribune mm-hmm. die 3000 man kan. Daar nog een tribune voor een 1000 man. Maar op heel het domein, de maximum capaciteit van Zolder moet u rekenen is ongeveer 80.000 mensen. Ja. Dus als wij hier morgen 5000 mensen zitten, dan zitten wij in gevaar. Ja, voilà. Wij kunnen de publiekstromen een beetje organiseren, dat niet te moeilijk is. Mm-hmm. Voor de komende evenementjes schatten we dat niet als voldoende. Maar in september is er ons toch beloofd dat wij naar een capaciteit mogen gaan van 75.000 mensen. Pukkelpop. In vogelvlucht is dat hier niet zo ver vandaan. Hij verkondigt toch dat hij 66.000 man binnenlaat. Als wij er hier tussen de 10.000 en de 20.000 krijgen voor de Truck Grand Prix, voor de 24 uur in de NASCAR, dan zijn wij zeer tevreden. Ja, maar wij kunnen dat nog altijd coronaproof en we gaan die maatregelen natuurlijk ook opleggen aan iedereen. Ja. Dan denk je,
Sorry, Wim. Ja, nee, doe maar. Doe maar. Nee, wat denk je dat de bezoekers gaan wegblijven of net extra gestimuleerd worden om te komen, dat het allemaal terug wat meer mag en zo, de cijfers zijn goed evolueren, dus mensen hebben van nature zo, je mocht al terug op café gaan eten, dus we gaan ineens ook terug naar het circuit. Is daar dan zicht op? Is dat... Dat is een zeer moeilijke. Ja? Het is niet dat de mensen staan te springen om al, ik denk, als je nu vraagt aan de cinema's, zitten de cinema's al vol? Ik vrees ervoor. Circuit, de echte fans die gaan zeker en vast komen. Ja. Maar bij een wedstrijd rekenen wij niet alleen op de echte fans, maar ook op mensen geïnteresseerd gewoon in auto's, autosport, motorsport. Gaan deze komen? Dat gaat afwachten zijn. Ja. Anderzijds, we gaan ook heel eerlijk zijn, er zijn zeer veel evenementen, gebeurtenissen opgeschoven. Ik heb altijd heel veel schrik gehad voor september, maar dat lijkt zo ineens de drukste maand van het jaar te worden. Hè. Nu, we kennen het verhaal van Tomorrowland, dat we deze weer, maar normaal zat Tomorrowland erin. Je hebt eind augustus Formule 1, het wereldkampioenschap wielrennen dat in Leuven doorgaat. Ik heb er geschoten dat ze nog de Antwerp 10 miles erbij zwieren. Alles dus valt wat samen. Alles valt wat samen. Hè. Maar anderzijds, eind september heb ik echt wel een goed gevoel met 24 uur. Dat is wel hetzelfde weekend als de wieler, het wielerkampioenschap. Maar anderzijds, het hoogtepunt van de 24 uur is zaterdag de start en zaterdagavond. Zaterdagnacht. Ja. Maar het wereldkampioenschap wielrennen, dat zal waarschijnlijk op de zondagmiddag wel doorgaan. Dus ja, laten we dingen. Maar ik heb er wel de moed in dat het publiek gaat komen. Er zijn ook heel veel bedrijven, hè, want dat is een business-to-business spreken, VIP-lounges. Er zijn heel veel bedrijven die het onder corona zeker niet slechter gedaan hebben. Hè. Denk zelfs beter als normaal. Dus ik hoop ook dat zij op enerzijds hun werknemers of klanten willen bedanken en hier toch een loge willen huren en wat mensen het nodigen. Ja, sowieso. Nu, nog iets anders wat dat hier afgelopen jaar is gebeurd, maar hier is ook waanzinnig veel vernieuwd. Hè, waaronder het hele wegoppervlak, als ik het zo mag zeggen. Ja. Kunnen misschien even kort samenvatten wat er hier vorig jaar allemaal onder handen is genomen? Want ik ben hier een paar weken geleden ook nog geweest. En ik zag daar bijvoorbeeld ook een veld zonnepanelen, wat, als ik me niet vergis, er ook nog niet zo heel lang staat. Maar ik kan mij vergissen. Ja, een kleine 10 jaar, Wim. Dan heb je niet goed gekeken. Je hebt niet goed gekeken, want die zonnepanelen staan hier al... Wim kijkt veel in zijn achteruit, kijk. En pinker op mijn rechts. Ik snap dat ook. Ik denk niet dat het mooiste gedeelte van het circuit is, de zonnepanelen. Nee, ik dacht van, die hebben hier keihard geïnvesteerd. Ja, dat is... Dat hebben ze gedaan. Ja, maar kijk, de windmolens zie je ook draaien hier. Oh nee, dat is net iets te ver misschien. Maar sowieso, het asfalt is volledig vernieuwd. Dat is wel onder mijn voorganger nog gebeurd. Ja. Mocht er de pluimen voor opstrijken. Het werd tijd dat wij een nieuw asfaltlaag kregen. En toch voor dezelfde kleur gegaan terug. Toch voor dezelfde... ja, ik had eerder voor een andere kleur gegaan, maar... Mijn voorganger is graag zwart. Blauw, zo. Je ziet ook de alles in zwart. Ja. De kledij van Zolder is altijd zwart. Ja. Hè? Vooral als de zon heel hard schijnt, dan is gezellig, dat heel leuk. Hè? Maar we hadden eens een nieuwe asfaltlaag nodig. Hè? Want zoals ik al vermeldde, zijn het niet alleen auto's die hierop rijden. Ja. Maar dinsdag, woensdag, donderdag rijden hier een fietser of 500 s'avonds tussen 6:30 en 8:30 over het asfalt. Dus dat best wel eens nodig. Ja. Maar het asfalt heeft wel een heel groot surplus gegeven aan de racefans. Dat is dat het beter kleeft. Ah ja. Het kleeft beter, allee, dat is misschien wel veel gezegd, maar de rondetijden die gaan hier toch 1 tot 2 seconden naar beneden ten opzichte van het vorige asfalt. Ja. Dit stelt mij wel teleur. Ik dacht dat ik beter geworden was. Ik dacht dat ik beter geworden was in coronatijden, maar eigenlijk is gewoon het asfalt beter geworden. En dat is dan ook weer een truc voor de benzine die wij verkopen. Hè. Dus de mensen gaan meer rondjes rijden, meer afstand. Dus commercieel een goede zet van ons. Hè. Heel slim gezien, ja. Ja, plus je geeft mensen ook gewoon een goed gevoel, zoals mij. Ah, ja. Nu is dat wat doorprikt. Ja. Dus ik ben niet beter, de asfalt is beter geworden. Ja, okay. En dat is ook niet zomaar een asfalt. Hè. Daar gaan studies aan vooraf. Want mocht het hier regenen, moet dat zo snel mogelijk wegtrekken. Ja, natuurlijk. Maar... Hij wordt ervaren als zeer goede asfalt, dus we zijn zeer tevreden. Ja. Natuurlijk, hier wordt op gereden, hier worden accidenten op gedaan. Zoals ik al zei, hier is een ploeg, maintenance en logistics,
dagelijks mee bezig, ja, voor het onderhoud. Ik kan u zeggen, er is vorige week vrijdag iemand dat hier de bocht achter ons, hetgeen dat we noemen de eerste linkse, die toch even de muur opgezocht heeft langs de binnenkant. Ja, die vangrail die was voor 3-4 meter weg. Ja, dat moet hersteld worden, hè? Ja. Want het circuit moet veilig blijven. Ja. En ik denk deze week donderdag komen er hier DTM-teams trainen. En zonder de veiligheid kunnen wij niet van stijf gaan. Nee. Dat is wel nodig. Hè. Ja, het is dat. Maar de asfalt was inderdaad een beetje de grootste vernieuwing van 2020. Ja. En ik moet u spijtig genoeg melden, 2021 hebben we niet echt grote investeringen gepland. En de reden, dat weten we allemaal. Hè. Ja, ja, tuurlijk. Maar heb je ideeën of plannen of ambities voor daarna ook? Misschien, ja, qua infrastructuur, qua dingen die je hier misschien nog wilt laten doorgaan, evenementen? Ja, ja, wij kijken verder natuurlijk. Hè. Als 2021, 2022, zelfs 2030 en 2040 is te kort bij. Mm-hmm. Wij willen natuurlijk, ja, wij kijken dan ook naar circuits in Europa. Als je gaat rondkijken, je gaat een heleboel circuits zijn die eigenlijk een beetje aan het verloederen zijn. Heel spijtig, maar die geen initiatieven nemen. Wij gaan dit proberen verder te commercialiseren. En dat kan op verschillende manieren. Er is een strategisch comité binnen de Raad van Bestuur van Zolder die kijkt wat zijn de ideale manieren om Zolder verder, bijvoorbeeld, hetgeen dat u straks vernoemde, de rijvaardigheidsschool, ProMove, slipschool, rijvaardigheid. Dat is een van de commercialisaties die op dit domein gebeurd zijn. Een domein, ja, u moet rekenen, is ongeveer 70 hectare groot. Dus er kan nog wel het een en ander. Nu, wat er exact gaat gebeuren, dat weten wij ook niet. Er zijn verschillende ideeën dat soms wel eens, ja, naar buiten. We hebben bijvoorbeeld vooraan hebben dan het BMX-center. Het BMX-center dat ligt aan de Wheels, het café dat jullie nog wel kennen van vroeger. Maar het Wheels-café is eigenlijk nooit een groot succes geweest. Totdat wij vorig jaar een overeenkomst gemaakt hebben met een nieuwe uitbater. Maar hij wil er meer bij. Dus er komt een padelclub bij. Je hebt er ook nog de race control, dat zijn de autogestuurde autootjes dat ernaast liggen. Mm-hmm. Zodat hij ook wel wat inkomsten kan genereren in zijn café. Maar daar zouden dan 6 padelvelden komen. Maar er wordt soms gesproken over een elektrisch karting gebeuren. Misschien dat wij ook eens gaan spreken met bedrijven, toeleveranciers in de fietswereld, in de elektrische motorwereld. Wij staan open echt voor gesprekken, ja, met partners. Maar dat staat nog echt in zijn kinderschoenen. Mm-hmm. Maar er moet nu aan gedacht worden om het circuit van Zolder in 2030, 2040 rendabel te laten bestaan. Dat wel. Als wij alleen moeten renderen op 5 evenementjes per jaar, dat gaat niet lukken. Dan zou het basically een hobbycircuit zijn of zo. Hè. Dat is iets wat je inderdaad niet kunt laten. Nee. Heb je het nu over Spa? Of met Mette. Mette. Nee. Nee, maar nee. Ik vind dat jij dat wel en ik vind dat zeer spijtig. Ik ben zelf nog in Imola geweest, denk een jaar of 5 geleden. Oké, ze hebben nu vorig jaar terug een injectie gekregen met wereldkampioenschap wielrennen te mogen organiseren. Maar ik vond dat eigenlijk al, dat was al niet meer echt zo up-to-date. En ik kan zo nog circuits noemen die in Europa, waar je van vraagt, ja, gaat hier nog iets gebeuren? Terwijl er andere, we zijn met de Belkaar een maand geleden naar Hockenheim geweest. In Hockenheim is een heel Porsche Experience Center gevestigd. Mensen die een Porsche gekocht hebben, die hebben daar in het circuit nog een aparte testtrack voor de Porsche-rijders. Ook nog een offroad-track. Dat zijn initiatieven. Oké, zo'n initiatief gaat nu hier niet. Dat gaat niet gaan omwille van de geluidsbeperkingen. Ja. Maar ik vind, circuits moeten naar zulke initiatieven kijken. Want echt alleen over het circuit zelf zal het nog moeilijk worden. Mm-hmm. Of we moeten natuurlijk elke dag 10.000 fietsers krijgen die dat een serieus bedrag neerleggen. Wat ook, ja, inderdaad, allee, dat lijkt mij perfect te begrijpen. Hè, want de mensen die hier werken, die moeten natuurlijk ook. Ik had u gezegd, een 20, 25 mensen die hier direct werken. Mm-hmm. Maar je moet ook weten, als wij een track day organiseren, telt er dan gauw 30, 40 bij, hè, de baanposten. Ja, dat zijn altijd heel veel mensen met een blauwe vlag naar mij te zwaaien. Met een blauwe vlag? Ja. Dat was een zwarte, dacht de moustache. Ah, oei. Nee, de blauw wilde eigenlijk zeggen dat je mij moet laten voorbijsteken. Ah.
Oké, ik dacht dat speciaal voor mij aan te moedigen. En dat ik nu niet gezegd heb met mijn step hier. Nee, maar ik kan me inbeelden dat die wel allee, dan ingehuurd worden, ja, extern, dus, om mee de veiligheid. We hebben hier die vrijwilligers die hier een trackday komen marshallen met de vlag. Wij hebben ook op een trackday moeten wij ambulances voorzien, dokters voorzien, verplegers voorzien. Gaan wij naar grotere evenementen, dan zijn er lokale verenigingen die ons komen bijspringen. Parkeerwachters, voor de inkom, voor alles in goede banen te lijnen. Op drukke evenementen is er wel serieus wat volk aan het werk. Meer dan je denkt eigenlijk. Ja, en dat, vandaar ook, dat willen wij zo houden. En wij gaan er echt alles voor doen dat het circuit blijft bestaan. Zowel voor die mensen als voor de mensen die hier direct werken natuurlijk. Mm-hmm. Ik wou richting een iets luchtiger onderwerp, omdat we nu gehad over de omgeving en over het voortbestaan en de commerciële kant enzovoort. Maar ik was daar straks ook eens even aan het kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het circuit. En ik vond dat op zich wel tof, want het is blijkbaar de toenmalige directeur van het circuit van Zandvoort, Hans Hugenholz, die dit circuit zou hebben uitgetekend in de jaren, ik wil zeggen, 60 of 70. Ja. Die heeft ook Suzuka getekend en heeft Jarama ontworpen, waar wij ooit eens met een persevenement zijn geweest. Ik weet niet meer welk. Was Jarama? Dat de Supra? Ik denk het wel. Wat hebben wij daar gedaan? De Supra. Dat was daar, denk ik. Oké. Okay. Ik heb daar een funk-up gereden. Twee keer. Voilà, kijk. Schitterend circuit, hè? Ja, alleen. Maar dat één stuk naar zo de blinde... Bocht naar beneden, hè? Ja, hè? Ja. Nee, maar ook weer, Germa, ze hebben er nu wel onlangs in geïnvesteerd, in de nieuwe toren. Maar als u daar 10 jaar geleden zou geweest zijn, ja, dat hing aan een zijden draadje. Ja. Dat was echt... Allee, ik vind het ook heel erg... je komt dan... We spreken over funcups. Er komt toch heel Europa komt dan met de funcup rijden. En dan een funcup race, misschien dat is beter of niet, maar dat is meestal 6 uur. Hè? Mm-hmm. En dan zijn we er aan het rijden en dan willen we 's middags iets eten. Ja, dan hebben we onze gewone auto maar gepakt, van het circuit af, autostraat op, tankstation, veel te dure broodjes gekocht en een of ander Spaanse cola die niet te drinken was. Dus ik wil maar zeggen, als circuit zelf moet je daar wel een investering in doen. Ja. Ja, dat is wel nodig. Dat is wel letterlijk een circuit en daar stopt het. Stopt het, hè? Dat is, en zelfs daar rond is ook... niets. Nee, dus de snelweg, is in een woonwijk, denk ik. Ja, niet zo even naar het café erover. Of maar we gingen er was een vraag. We gingen iets luchtiger doen. Ja. Hè? We gingen terug in de tijd. Maar 1964 was ik nog niet geboren. Dus, nee, pas op, ik ook niet. Hè. Maar ik had dat gelezen. Ik vond dat wel tof, omdat op zich, dat is dan zo de directeur van Zandvoort toen, wat ook altijd, dat is een circuit wat hier basically niet zo heel ver vandaan is. Ook niet. Die Formule 1 organiseren. Ja. Ondertussen weer wel, dus er is nog hoop voor Zol. Gewoon maar uit een prins hebben dat een paar miljoen op tafel ligt. Ja, kijk, voilà. Maar, Prins Laurent? Mocht hij kijken, voilà. Maar ik had ook opgevangen dat jullie een samenwerking hebben met Herman Tilke. Dat is de man in het bedrijf die moderne F1-circuits ontwerpen, zoals Yas Marina hebben die gedaan, Bahrein, Sochi enzovoort. Maar stel dat ze u nu een circuit zouden laten ontwerpen als directeur van een circuit. Hoe zou dat eruit zien? Had je die vraag niet op voorhand kunnen stellen? Wat heb je graag? Voilà. Lange, snelle neem de stukken. Elementen van hier mee? Neem de elementen van andere circuits mee? Wel, dat wou ik juist zeggen. Ik vind deze circuit op zijn eigen al zeer goed. Mm-hmm. Spa-Francorchamps heeft een naam. Ja? Mm-hmm. En laat mij zeggen dat er zeer veel mensen gaan rijden om de naam. Mm-hmm. Ik heb graag circuits die in een omgeving, een beetje de omgeving mee volgen. In een naturelle circuit. Ik weet niet of er echt een naam voor bestaat. Maar in elk geval niet kunstmatig. Ja. Als men kunstmatig moet gaan heuvels maken of bochten gaan inleggen. Nee, laat het een beetje in de glooiing van het circuit. Dat is tof. Ik heb hier nooit niet gereden zonder de Villeneuve-bocht natuurlijk. Maar ik denk dat dat nog veel imposanter moet geweest zijn in een tijd. Ja. Dat is zoiets van, sorry dat ik het zeg, maar dan moet je echt wel lef hebben om die bocht te pakken. En dat vind ik leuk aan een circuit. Mm-hmm. En je hebt zo nog circuits in Europa. Hè. Ik heb eens in Donington gereden. Donington kan ik ook zeggen. Dat volgt volledig dat landschap daar. En dat moet behouden blijven. Ja. Echt kunstmatig opgelegde circuit. Magny-Cours bijvoorbeeld vind ik... Ja, dat is echt gemaakt dat het publiek zoveel mogelijk kan zien. Hè. Je hebt een rechtstuk en je gaat van dat rechtstuk weg, komt terug, weg, komt terug, weg en dan op het einde nog een keer terug. Ja, dat zijn kunstmatige bochten. Kunstmatige. Ja, ja.
Tilke naar... We hebben contact gehad met Tilke. Tilke heeft hier een plan uitgewerkt. Dat is een zeer goed plan. Alleen heb ik die prins terug nodig, Laurent, met zijn miljoenen, voor dat te realiseren. Ja. Maar dat zijn van die... Ja, de layout van het circuit zou eigenlijk daardoor niet veranderen. Nee, tuurlijk. Dat gaat waarschijnlijk ook om meer infrastructuur rond het circuit dan... Want je kunt hier ook niet... Echt de favoriet. Zeer goed. Maar er zijn ook nog andere mooie circuits in Europa. En dat vind ik wel eigenlijk een hele leuke. In Leipzig heeft Porsche ook aan zijn Experience Center een circuit liggen. En die hebben daar eigenlijk alle bekende bochten van circuits. Allee, ik wou zeggen Europa, maar het is niet helemaal waar. Maar het ligt er van Laguna Seca. Die in Corkscrew. Die hebben al die bochten zo'n beetje samengebracht in het circuit. En dat is ook wel eens leuk om zo eens te ervaren. En dat is wel kunstmatig. Dat is een beetje het Bobbejaanland. Gevoel zo wat. Dus eigenlijk, voor u het ideale circuit, eigenlijk heb je geen circuit nodig, gewoon een golvend landschap in een schub. En gewoon aanvoelen hoe dat het gaat. Of een schone bergweg. Niet zo van, ik wil drie haarspel. Nee, gewoon het landschap. Nee. Het moet van mij ook niet te lang zijn. Ik denk in deze range, 3, 4, 5 kilometer, dat is zeer leuk. Ik vind het niet erg. Even doe je, als je een slechte ronde rijdt, als piloot, en je bent terug over die witte streep waar we nu liggen, reset. Begint die teller terug op nul. Tuurlijk, ja. Mijn excuses, maar als je in Spa-Francorchamps de source een keer heel slecht neemt, dan weet je dat de volgende 2 minuten en een half heel lang gaat duren. Maar die ronde die trekt toch op niks. Dus dat je een keer wat meer over die streep komt, dat kan geen kwaad. Nee, dat is waar. Zijn er, want je had het daar straks ook over, de teams die hier komen testen en de merken en zo, zijn er complimenten dat je daar dikwijls van krijgt? Omdat je zei ook van, Spa, iedereen heeft het altijd over Spa en de uitstraling daarvan, maar dat ze hier komen en zeggen van, god ja, eigenlijk, dat is wel heel tof gedaan, of dat vinden wij wel heel goed aan dit circuit. Ik denk dat teams gaan niet op complimenten geven van het circuit zelf, maar wel de benadering. De omkadering. Voor ons is iedereen een klant. En of dat jij nu een DTM-team bent, of jij bent een team dat enkel trackdays rijdt, of historic, of eender wat. Ja. Wij gaan iedereen eigenlijk een beetje dezelfde voorkeursbehandeling geven. Wij zorgen dat de mensen hier thuis zijn. Dat ze een box hebben, dat ze hun goed voelen. Mocht dat nu, ik geef een voorbeeld, mensen die van de ganse dag afhuren en die rijden na een uur in een auto in de muur en dat is gedaan, dan geven wij ze een bon dat ze op een andere keer die anderhalve dag kunnen komen pakken. Ja, goede initiatieven. De mensen die hier ook werken, en dat vind ik echt fantastisch, dat zijn echt gepassioneerde mensen. En dat gaat hier van, mijn excuus, van de kuisvrouw tot de mensen aan de receptie, boekhouding, marketing, verkoop. Echt iedereen is hier zo gepassioneerd dat je komt hier thuis, dat is een familie. Ze gaan u overal in helpen. We spreken er straks over bandenspanning, maar als ze dat vergeten, dan komen ze dat hier om receptie vragen. Ofwel gaan we bij een ander team, ofwel gaan we zelf ergens iets zoeken. Zulke complimenten krijgen wij wel heel veel, dat wij nog iets snel regelen. De track zelf, ik denk ook niet dat ze in Spa de mensen op de dingen op de receptie gaan komen feliciteren. Dat hem zo mooi is. Maar dat wordt altijd wel gezegd. Hè, van, de asfalt is wel nieuw nu. Dus. Daar krijg je complimenten over. Dat is inderdaad juist. Het is dat. Het is dat. Om nog even bij de luchtigere vragen te blijven en om zo stilaan richting het einde van deze podcast te sturen, maar wat staat er eigenlijk in uw garage van auto's? Gewoon... In mijn garage staat een BMW. Dat klinkt zo pijnigend precies, maar dat was wel... Verontschuldigend. Ik ben eigenlijk echt een BMW-fan. Maar als ik weet niet of jullie het echt sportief vinden, een 750 LD. Het is alleszins al geen plug-in, dus het is niet echt heel... Dat is het spijtige. En ik ga zeggen, ik heb 3 jaar met een BMW i3S rondgereden. Ah, ja. En ik ga zeggen, ik vind dat een fantastische auto. Het is heel klein. En iedereen zegt van, amai, wat doe jij met zo'n klein autootje? Ik ga heel eerlijk zijn, ik had hem voor mijn vrouw gekocht. En ik reed toen met een Range Rover rond. En mijn vrouw had niet beter gevonden als op de dag te zeggen, ik rijd daar niet meer mee rond. Want als ik mijn poepverwarming aanzet,
Dan gaat dat metertje zo naar beneden. En ik krijg zie dat ik niet thuis geraak. Dus... Heeft zij de Range Rover aangeslagen? De sleutel was ineens weg. Ja. En ik begon met dat i3 te rijden. Mm. En ik kan dat heel eerlijk zeggen, dat was echt een topauto. Dat is een topauto ook. Ja. Bij mijn vorige job rond Antwerpen, perfect. Ja. En ik had daar het voordeel, echt het voordeel, dat aan de vestiging waar ik werkte, stond tegenover... Een Lidl? En daar stond een snellader. Gratis snellader. Ja. Dus mijn vrouw moest dan ook al niet meer boodschappen doen, want ik ging elke dag 20 minuten in de Lidl winkelen. Ja. En ik stak mijn auto daarin en die was vol. Mm-hmm. En ik vond dat eigenlijk top. Maar dan ben ik hier komen werken en ik kan hem hier wel opladen. Mm-hmm. En in de omgeving kan ik hem ook wel opladen. Maar het probleem is, en mijn excuses voor de mensen die ik daarmee aanval, de laadpalen in België, die er genoeg zijn, die laden niet snel genoeg. Nee. Ja. Ja? Dan kom je ergens en dan zit je content dat je een 22 kilowatt laadpaal vult. Maar dan staat er nog een Tesla naast, dus die pakt al 11 weg en ik ook 11. Dus dat wil zeggen dat ik al 10 uur moet laden voordat ik terug 200 kilometer kan rijden. Ja. Zo zijn er nog zo'n paar van die problemen. Hè. Je hebt op de autostrades naar Antwerpen heb je een paar superchargers, onder andere in Wommelgem heb je er twee van Lumnus staan. Maar die marcheren meer niet als wel. En zo is het gekomen dat een paar keer dat ik naar hier ben gereden, dat ik normaal hier dacht op te laden, dat dat niet ging. En die een dag is gekomen, heb ik gezegd, nu doe ik dat ding weg, ik ga 3-4 jaar wachten. Ja. En dan ga ik mij gerust terug naar de elektrische auto kopen. Maar nu even niet meer. Ja. Ik ben het beu. Dus dan kwam er een 57 diesel. En dan heb ik ergens... ik koop niet regelmatig nieuwe auto's. Meestal ga ik naar de ideale occasie kijken, omdat je dan toch veel meer krijgt dan... Tuurlijk. Ja, en durf wel zeggen dat ik misschien 3-4 weken alle bekende autosites afgeschuimd heb op zoek naar een nieuwe wagen. Mm-hmm. En de 57 is precies minder gewild als de 37. Mm-hmm. Fiscaal waarschijnlijk. Ja. En daar zaten nog schone toeters en bellen op. En ik zeg, als je dan toch elke dag een 80 kilometer naar hier moet rijden en 80 kilometer terug, dan zit ik die liever een beetje in luxe, comfortabel. Tuurlijk, ja. Zo'n beetje de rode draad aan het worden, de 7. Ik wou net zeggen, jij zou heel goed overeenkomen met onze vorige gast. Ja, Jérôme heeft daar de loftrompet. Geubels rijdt ook met een 7. Iedereen heeft de 7. De belangrijkste vraag is dan waarschijnlijk, heeft hem de verwarmde armsteunen? Hij heeft de verwarmde armsteunen. De ideale perfecte gezinswagen. Ik zal u zeggen, en dat had ik er eigenlijk helemaal niet bij besteld. Maar vanachter zitten zo twee van die zetels die je zo kunt uitschuiven. Ah, dat is het beste aan die auto's. En daar zo kunt je voeten leggen. Ja. Zo een schermpje. Dus mijn kinderen zeer content. Mijn vrouw mijn vrouw weer blij zeker. Hè, want dan zijn die kinderen uit haar auto, komen ze mijn auto zitten. Ja. En als je dan eens echt vermoeid bent en er wilt is iemand, dat doet mijn vrouw dan wel, mij naar mijn werk brengen. Dan is dat wel eens comfortabel zitten en dan maakt dat ook gebruik van. Ja. Als ik dat niet zou gehad hebben. Maar al bij al vind ik het wel een goede wagen. Maar het is niet dat je nog een classic car, een supercar, een motto, een koersfiets? Ja, een koersfiets wel, maar die staat al een jaar stil. Oké. Okay. Ja. Nee, dat zal er ooit nog wel eens van komen. Maar dat heeft geen haast. Nee. Wat zou er eventueel bij mogen staan, mocht die prins hier toch aandienen en zeggen van kijk, koopt u er iets gewoon mee? I3S, duidelijk. Nee. Ik heb in het verleden, buiten BMW's, heb ik 2 keer met een Porsche mogen rijden van mezelf. Onder andere, ik heb de 997 Turbo gehad in de tijd. En ik moet wel zeggen, qua rijervaring... vond ik eigenlijk een van de topauto's waar ik ooit mee gereden heb. Ja. Ja. Had ook keramische remmen, dus mocht dat eens wel laten remmen. Ik ben er hier op circuit stiekem wel eens op zolder. Dus ik vind dat een ondanks ik niet de grote fan ben van het model 911, ik weet dat er mensen niet anders willen, maar ik vind wel, naar rijervaring denk ik dat er weinig auto's aan kunnen typen. Ja. Dat is ook zo, maar dan moet je echt al heel lenig voor zijn, vind ik. Een Lotus bijvoorbeeld, de Exiges. Ik kan u zeggen, het plezier van met zo'n auto te rijden is top. Maar ik vind het dan erg als je naar de bakker moet en je doet die deur open. Je bent uitgeput als je erin gestapt. Ja, en zeker nu, met corona zit er zo'n rij van de bakker en dan zien ze je uitstappen en dan denk je van,
Zou die minst niet beter een BMW 7-serie kopen? Ja, want... Voilà. Ja, want iedereen kijkt ook gewoon. Ja, hè? En je hebt liever niet dat ze kijken, hè? Want dat is nieuw glorie moment als je moet uitstappen uit zo'n auto. Hè? Ja. Maar dat zal er ooit wel terug bij komen. Ja. Kindjes zijn ook heel lief en schattig. 9 en 7 jaar. Als je die van achter in een Porsche moet steken of in die Lotus, denk ik dat er geen bank van achterin staat. Alles op zijn tijd. Het probleem natuurlijk, als die 18 jaar zijn, dan zijn ze met hun auto weg. Hè. Ja, de truc is om zo, als ze heel jong zijn, dan wordt het gewoon heel complex. Dan hebben ze die tussenfase zo, tussen 12 en 16 jaar. Dat is het moment om iets goed te kopen. Ja. En dan, dan moet je terug saai bakken beginnen kopen. Mm-hmm. Dan gaan ze zelf hun rijbewijs halen. Dus. Maar ik veronderstel dat uw keuze van die jaren is, omdat die een Toyota-motor erin zit, en dat is diezelfde als die van de Lotus. Hè? Jij hebt er wel een heel specifieke reden voor, hè, waarom dat je de jaren in de tijd hebt gekozen. Oei. Ik weet dat. Ja, jawel. Ja, dat is eigenlijk uit... Dat is een heel raar verhaal. Ik speel vroeger veel racegames. En dat was zo een van de, in Gran Turismo, de startersauto. En eigenlijk is dat een auto dat compleet underrated is. En ik heb het wel voor zo underrated... Dat is de reden dat ik nu ook een SLK heb en geen een MX-5. Want iedereen heeft een MX-5, maar geen een SLK. En die SLK's, die gaan van een appel en een ei van de hand, want niemand moet dat echt hebben. Dus ik heb ze voor de ondergewaardeerde helden zo daar. Niet dat een SLK een held is, verre van, maar... een schone auto om op circuit te rijden. Maar dat wordt mee op circuit gereden. Ik snap totaal niet waarom, als ik daar zelf mee rijd. Want dat is, als je het hebt over zo, koetswerkstijfheid, SLK stond niet van voor. Ja, als er nu eens een in de buurt stond in een SLK... Met de dak nog open, zo. Ja, stel je voor. Ja, hij staat hier, hij is hier, maar... Ja, ik vind dat gek dat ze daarmee op circuit rijden. Allee, je kunt met alles op circuit rijden, hè? Daar niet van. Hè? Maar dat is nu bij mij niet zo de uitverkoren auto dat ik het gevoel had, En een Minikje? De oude of de nieuwe? De Classic of zo. Die aan de rechter staat? Dat vind ik dan te nieuw. Ik vind de eerste BMW Minis geweldig, met de compressor nog. Ah, wel, daar heb ik ook lang voor gekeken. Ja, een Cooper S met compressor. Je hebt het ook geweten, zelfs de persauto's, die normaal gezien beter ineengestoken worden. Als je mee van een kassei wegreed, viel gewoon de spiegel er al af. Dus bouwkwaliteit. Ik vind de nieuwe zijn gigantisch snel, maar... Ja, ik kan zeggen, qua prestaties, echt een topauto. Ja, hè? Maar ik voel dat. Ik vind dat te nieuw zo. Ik heb iets... Dat is mijn vaststelling geweest, ook van de Yaris. Ik ben blijkbaar blijven hangen in alle auto's rond 2003, 2005. Ja. Zo de M5 met de V10, de Honda S2000 zit daar nu niet echt in, maar het ook wel een van de laatste generaties. Maar is dat niet vaak zo, degene waar je dan zo echt nog heel actief veel over las, ook al waren daar nog niet professioneel mee bezig, maar waar je gewoon echt vaak mee in contact kwam? Prijzen zijn er nog auto's in een gat zitten. 2003, dat is zo... Ja. Niemand is geld aan het uitgeven aan auto's uit 2003, want ik kan me inbeelden dat zelfs de meeste mensen niet kunnen opsommen wat er in die periode uitkwam. Maar dan hebben we wel veel mensen uit de jaren 80, mijn Porsche, of de jaren 90. Maar zo 2003, 2005, begin jaren 2000, is er heel veel bagger uitgekomen. Maar tussen al die bagger... En dan spitste jij je oren. Dan spitste ik mijn oren al, maar tussen al die bagger is er ook wel iets interessants gekomen. Dus en nu zijn wij bezig met de Seat Leon. Hebben we een project car van Autofans, ook van 2003. Dat is juist. Ik koop zelfs al de project cars voor Autofans in de jaartallen. Ja. In een specifieke tijd. Is hem geboren in 2003? Nee. Oh, ik hoop van niet, want dan mocht jij juist rijden. Bijna mijn rijbewijs. Dat zit toch aan mijn jeugdigheid, dat ik van 2003 Ik wil het juist zeggen, maar dat is wel een beetje een droom van heel veel mensen, van op iets oudere leeftijd een auto te vinden van die toch iets betekend heeft. Liefst nog op je geboortejaar. Ja. Bij mij zit dat ook zo ergens. Ik denk meer zo rond... ik ben van 84, dus zo alles wat ik 15, 16, 17 jaar was... ik ben gisteren bijvoorbeeld weer al 10 minuten aan het staren geweest naar een advertentieke van een Lotus Elise, eerste generatie, omdat dat al zo lang op mijn bucketlist staat. En ik wil geen tweede generatie, ik wil die eerste generatie, omdat dat toen zo tot mijn verbeelding sprak. Maar... Nu spreek je echt over een auto, waar je hier los circuit kunt op meekomen. Zonder problemen. Ja. Dat auto weegt 750 kilogram. Die remmen die voldoen, dat is een auto en daar moet je zelfs niks aan doen en die gaat plezier mee op circuit. Ja. Dus ik weet het, maar ik heb een... je komt uit een bouw, ik heb een appartement gekocht, een nieuwbouw. Ik zit niet in de prijskategorie van een Lotus tweedehands momenteel. Dus, excuses vinden altijd, maar we laten hem doen. Kijk.
Ik voet hem af en toe. Stond nog altijd hoog op mijn lijst. Hij werkt in de bank en ze sluiten goede leningen. Oei, nee, helemaal niet. Ik heb nog minder geld dan Wim. Maar ja. Well, voilà, kijk. Maar ja. Misschien moeten we stilaan richting het einde gaan. Ik heb altijd, of meestal toch, een klassiek afsluitrubriekje. Dat heet de tweestrijd. En dat is een beetje kill your darlings. Dus ik leg u een dilemma voor tussen twee heel toffe dingen. En één van die twee ga jij met pijn in het hart het raam uit moeten flikkeren of onder de bus moeten gooien. Stel, die prins met die vette check dient zich hier toch aan. En hij zegt Formule 1 op zolder of Formule E op zolder. Welk van de twee zou die er aan bod willen laten komen? Oh, wie van de smerige vraag. Ik weet het. Ah, de smerige vraag, ja. Mocht het de keuze makkelijker maken of net moeilijker, kan ik die Formule 1 ook vervangen door de 24 uur van zolder. Van, ofwel mogen we dat volgend jaar laten doorgaan, ofwel mogen we de Formule E laten doorgaan. De beste 24 uur van zolder dat er ooit geweest zijn. Dat vind ik al een schoon antwoord. Dat, Met het mooiste deelnemersveld. Alright. Dat wordt onderhandeld. Ja, ik kan daar niet echt over. Ik kan daar echt, allee, dat is niet mijn darling dat ik moet killen dan. Hè. Nee, dat is waar. Maar als ik vind de Formule E. Ah, wel, dat begint mij de laatste tijd. Ik ben nooit heel actief bezig geweest met autosport te volgen, maar dat begint mij de laatste tijd ook wel steeds meer aan te spreken. Omdat daar, ik denk dat dat weer mijn afwijking is van een underdog. Ik heb zo met Formule 1 wat gehad. Allee, dat is cru, maar als ik eerst over Formule E, ik vind dat een heel schoon project. Mm-hmm. Ik vind dat super toffe auto's. Ik wil wel even zeggen, die batterijen moeten ook opgeladen worden. En dat is niet aan zonnepanelen, dat is niet aan windmolens. Mm-hmm. Ik denk dat dat een generator is, maar dat gaan we nog eens in het midden laten. Wat ik een beetje spijtig vind, is dat zij echt kijken naar stadscircuits. Ja. Dat is wel eens tof, hè? Dat we eens één keer per jaar naar Monaco gaan of naar Baku gaan of weet ik waar. Maar nu zijn ze echt alles op die stadscircuits aan het doen. En dan hebben ze onlangs nog dingen gehad, hebben ze dan onlangs nog Valencia gehad. En dat ook helemaal op niks niet meer. Mm-hmm. Dus laat alsjeblieft die auto's eens één keer op een echt racecircuit rijden. En laten we ze dan nog eens beoordelen. Ik wou zeggen, ik kan het misschien nog een beetje aanpassen, want je zei voor de opname dat je van linkeroever komt. Blijkbaar is er ooit, maar dat is heel lang geleden, in Sint-Anna-Bos een stratencircuit geweest. Ja. Dus stel je voor de Formule E van linkeroever. Antwerpen represent hier. Ja. Maar, ik ga je nog straffen zeggen. Formule E is een jaar of drie geleden afgeketst in Brussel was het. In Brussel? Ja. Vorig jaar, de eerste maand dat ik hier zat, had ik een delegatie van Antwerpen die hier de Formule E wou organiseren op het circuit van Zolder. Mm-hmm. Samen met een Tomorrowland en weet ik wat allemaal. Een beetje hetgeen dat ze in dingen gedaan hebben in Berlijn, Schöneveld, op dat vliegveld. Toen gingen daar budgetten rond, dat waren budgetten van rond de 10 miljoen. Mm-hmm. Maar die zijn dan tot bij Agar geraakt. En dan leek het ineens eigenlijk het budget dat ze nodig hadden dubbel zoveel. En dan zijn ze blijkbaar gaan kijken voor een project op linkeroever. Effectief. En dat is voorgesteld aan de burgemeester in Antwerpen, die we allemaal kennen. Maar het budget was toch iets te hoog, blijkbaar. Ja, dat zat niet in de achterzak. Nee, en vandaar, die budgetten die zijn enorm hoog. Ja. Ik zou dat hier heel graag zien. En ik zou het sowieso wel eens graag echt op een racecircuit zien. Ja. Want nu tussen die murkjes in stratencircuits, op de openbare weg. Laten we eens rijden op een echt circuit met snelle bochten. Maar dat je nog zegt, balls moet hebben aan de lijf. En qua afstand en remmen, regeneratie is zolder. Ja, die bochten, hè. Ah, wel. Handig circuit, hè. Als ze naar hier komen, dan liggen nog twee bochten bij. Het is dan. Voilà, Harry, dan wens ik u de schoonste Formule E op het circuit van Zolder toe. Gevolgd het weekend daarna door de schoonste 24 uur. En dan bedank ik u waanzinnig hard voor de ontvangst hier op eigenlijk wel een heel toffe locatie. Hè. Ik denk dat we daar volgende keer heel moeilijk gaan over kunnen. Ja, dat is oké. Okay, dat gaan we nog op de grond kunnen zetten, zo, de finishlijn. De rest gaat wat moeilijker zijn, inderdaad. Voilà, Yves, bedankt voor eindelijk eens de fysieke aanwezigheid en niet meer van achter de computer. Het is afschuwelijk eigenlijk dat zo lang... Dat is echt, het heeft lang geduurd. Maar aflevering 41 is dit. Ja, voilà.
En ja, voilà, iedereen die gekeken heeft of die gewoon geluisterd heeft via Spotify of de geëikte podcastkanalen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En over 2 weken zijn wij er weer met een nieuwe roadtrip. Tot dan.